Wat is dit? Gordel. Wie zei dat? Heel goed, Orion. Dus Orion, hè, dus in de Griekse mythologie was dat was dat deze meneer? Wat was dat voor, wat was zijn beroep? Slecht, die vrouw goed is, man. God zijn? Ja, dat. Hij was de jager. En in dat sterrenbeeld, dat je in de winter heel goed kunt zien, hebben we daar een ster staan. Iemand weet het van hoe dat ding heet? Het is wel een swag hier, hè? Betelgeuze. Ah. En wat zo bijzonder is aan Betelgeuze is dat zij, kun je natuurlijk zegt, een rode reus, staat op het punt te ontploffen. Dus met een betelmazzel zien wij nog een enorm spektakel in onze... maar het ziet de helftste ster van de Orion, daarom heb je er nog eentje. Nou, als jullie die niet weten, dan weet je die niet, waarschijnlijk ook niet. Een riegel. Blijf met mijn spullen zitten. Ja. Oké, mijn naam is Wim Jongman. Ik ben managing partner van Remain Software en Industrial TSI. Remain Software maakt de commerciële software en Industrial TSI doet dan ook source. Twee gezichten voor software. En daar voelen wij ons heel erg thuis in. Ik ben RCP-trainer, ook ik committer voor Eclipse. Nog meer committers, Eclipse-committers hier. Oh ja, Jos, modeling, EMF. Nee, van een project wat gesloten gaat worden. Oh, oké. Dat is dus inderdaad ook wat bij Eclipse gebeurd. Het is niet zomaar een wildgroei van projecten. Op een gegeven moment, als zo'n project het niet meer doet, dan wordt die ook afgesloten door de Eclipse Foundation. Dus er moet echt regelmaat en werk in zitten. Het kan ook best zijn dat een project klaar is. Hè. Het is gewoon klaar. We doen er niet meer mee. En dan wordt hij ook gearchiveerd, maar je kunt hem nog wel steeds gebruiken. Hier ben ik dan te bereiken op Twitter. Ik weet niet wie er nog niet op Twitter zit, maar volg me. Dan kunnen we via Twitter communiceren. Ik gebruik dat om een beetje met alle Eclipse-jongens in contact te komen, te blijven. En het is wel de belangrijkste bron van informatie. Dus ik lees dagelijks even op Twitter, links door. En mensen als ze wat interessants vinden, dan zet ik daarom. Ik heb deze sheets plus het demonstratieproject heb ik op GitHub staan. Dus daar kun je het zo meteen van afhalen. Oké, dus Orion. Iemand al van Orion gehoord? Oké. Eclipse, hè, dat is eigenlijk een IDE op de desktop, Rich Client. De Eclipse Foundation of IBM is een project gestart om eigenlijk webdevelopment helemaal in het web te laten. Dus ze hebben eigenlijk gekeken, wat heb je nou nodig om software te kunnen ontwikkelen op het web, hè, dus echte webapplicaties. Een editor, je moet je site kunnen bekijken, je moet versiecontrole kunnen doen. En daar heb je eigenlijk geen zware IDE voor nodig. Dus dit project Orion, dat gaat erover om in het web, alleen maar met een browser, software te kunnen ontwikkelen. Mag ik vragen wat er later met E4? E4 is Eclipse versie 4. Dan moet je eigenlijk eerst vragen, wat is E4? Hè? Dat is de volgende generatie Eclipse, waarbij je dan op een iets andere manier geïntegreerd met webtechnologie naar Eclipse wordt gekeken. Je zou dit als een project eronder kunnen schuiven, maar het is nou niet echt direct een Eclipse E4 project. Alhoewel de teamlead van dit project, Boris Bukowski, ook de teamlead is van het E4 project. Dus ja, dat is wel een man die veel naar het web kijkt. Maar dit is nou, dit staat erg los. Ja. Oké, ik zal even wat van laten zien van Orion. Even kijken, dus ik kan inloggen. Als je dat wilt bekijken, waar ik het bijvoorbeeld voor gebruik, ik heb een zoontje van 11 en die is al een beetje aan het kijken wat hij op het web kan doen. En die leer ik nu webdevelopment met dit stuk. Ik heb alleen maar een webbrowser nodig en ik leer hem hoe die HTML-pagina moet maken. En daar zit echt ideaal voor. Dus even kijken. Nou, ik heb eigenlijk al een kort projectje gemaakt. Op de landingspage zie je GitHub om een
een clone te maken van je repository, zodat je daar je spullen in kunt zetten. Je kan ook een project downloaden vanaf dit stuk. En als je hem hebt gedownload, kun je hem weer terug uploaden naar Orion. Er is ook nog een leuke website, initializer.com, waarmee je een kant-en-klare HTML5 project kunt genereren. Dus als je daarheen gaat, dan moet je op een aantal dingen klikken en dan genereert hij eigenlijk al een kant-en-klare HTML5 website voor je, die je als basis voor je project kunt gaan gebruiken. Dus dat heb ik gedaan en dan krijgen we er binnen in een navigator. En die kan ik openen. En hier heb ik bijvoorbeeld index.html. Dan heb ik een code editor, eigenlijk zoals je die in de clubs gewend bent. Alleen de grap is, deze is sneller dan in de IDE. En hij kan echt gigantisch grote files aan. Of dat nou echt een goede programma, een goede programmeurpatroon is, hè, om heel grote files te maken. Maar het is wel heel bijzonder hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Nou, hiernaast zie je, dus wat hij nu aan kan is JavaScript en HTML, daar is nu de focus op. En dan zijn hier de verschillende onderdelen van die applicatie waar je dan heen kan klikken. Title, footer, en zo kun je dan die code aanpassen. En er zitten ook al die shortcuts key in die ook van de Eclipse IDE genomen. Dus dat is de navigator en de editor. En vervolgens kun je je site bekijken. Dus ik zal deze even stoppen en verwijderen, even een nieuwe maken. Ik maak een nieuwe site aan. Die koppel ik met mijn folder. Ik maak even een alias aan op de root. Ik geef hem een hostname in. Jammer.2. Save. Ja. Nu is deze live. Dus nu kan degene die de website maakt meteen even kijken op deze link hoe het met zijn website staat. Ondertussen kan ik de website al een beetje aanpassen. Dus wat voor mijn index.html hier. En er zit dus ook een hele Git repository achter. Dus je kan zo meteen naar de repositories toe. Ziet je welke files zijn verwijzen. Geef een commit comment. En je schiet op Git. Dus de title bijvoorbeeld. Website, maar het zou wel leuk zijn als het werkt. Hè? Maar je kan dus hier heel snel een website in elkaar draaien. En als ik dan terug ben op het project, dan kan ik deze met een contextmenuutje of een soort site-menu kan ik hem exporteren als een zip-file. Ik heb hem opgeslagen, alles kan weg. En als ik dan weer ga beginnen over een nieuwe repository, kan ik het weer terug uploaden. Dit is, deze draait op Orion Hub, dat is een Eclipse server. Je kan daar een login voor krijgen. Ik weet niet of het al open staat voor iedereen, maar als je er graag naar wil kijken, dan kan ik je een invite sturen als het nog niet mogelijk is om al in te loggen. Deze applicatie zelf kun je ook op je eigen server laden, zodat je hem gewoon altijd live hebt. Want wat hier gebeurt is, elke 3 dagen worden alle projecten weer weggegooid en moet je weer opnieuw beginnen als je niet hebt, gedownload. Nou, dat eigenlijk. Orion. Het is op zich wel een grappig project. En ja, dat is dus nu door IBM aan de clubs gegeven. En dan kunnen we daarmee weer verder. Dus bijvoorbeeld een van de vragen is, ze kunnen dan ook een watje zien wat je keer hard nodig hebt te krijgen. Maar in principe wel. Het zit er nu nog niet in. En nu zit het een beetje qua structuur in. Maar dat zou heel goed mogelijk zijn om dat in te voeren met wie het oppakt. Hoe snel het gaat. Is dit helemaal door IBM ontwikkeld? Ja.
Er is al een koppeling met Firebug, dat je vanuit Firebug gewoon kan zeggen edit, wordt Olan geopend, je saved het en dan heb je gewoon direct in je webbrowser het resultaat. Oké, dus daar is al wat... Die koppeling is me al mee bezig. Oké, mooi. Ik weet dat de Google Summer of Code project nu bezig is om die Git integratie wat meer power te geven.